Hallo, bij een nieuwe video. Oh, sorry, ik ben samenvoerd. Ja, doen jullie eens open. Oké, hoe zeg je het ook weer? Hoi, Lik. Dames en heren. Nee. Dames en heren, als een peren. Ja. Maar het is voor jou zo normaal, maar ik zeg ja. Hoi, Lik. Hallo allemaal, ik ben samenvoerd. Welkom bij een nieuwe video. Ja, wij hebben vandaag een naked shop. Nee, is goed. Ik zeg heel leuk intro. Nou, zoals je het misschien wel echt aan het... Oh, we zijn begonnen! Ja! Jezus! Oh, jij vindt me wel mooi. Ja, oké. Ik heb shine gepakt. Ik zeg altijd, zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, heb ik vandaag een nieuwe shoplog. Met een thema. Namelijk, New Year's Eve. We hebben voor elkaar nieuwjaars outfits geshopt. Ja. Bij Naked. Ja. Hartstikke leuk. Een heel outfitje, dus echt... Oh, en we hebben geshopt tijdens Black Friday. Dus we hebben echt voor heel veel. Ja. Bijna 800 euro. Ja. Het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. En we hebben niet één outfitje. We hebben wel meer dingen, losse dingen. Ja. Twee outfitjes een beetje. Ik denk dat we eerst gewoon alles gaan uitpakken. Een beetje gaan laten zien wat we hebben. En dan gaan we daarna allemaal aantrekken, toch? Ja. Mag ik het openmaken? Ja, doe maar. Oh nee, ik moet even wat zeggen. De kortingscode. Oh, doe dan maar tijd. Ik moet het tijd doen. Ik heb ook een kortingscode. Voor 20, as always. En die is een week geldig. Die staat hier in beeld. Die staat hier in beeld. Heel mooi. Oh, echt een kleuren komen naar boven. Ja. Ik weet nu al niet meer wat ik heb besteld. Ik ook niet. Ik zei ik geen idee. Ik zie niks voor mezelf hoor. Maar we hadden allemaal outfitjes, maar alles door Black Friday was uitverkocht. Ja, dus we moesten telkens nieuwe outfitjes pakken. Dat was echt jammer hoor. Ja. Op een gegeven moment had je dan echt iets leuks en dan was het weer uitverkocht inderdaad. En dan... Uiteindelijk moest je gewoon echt gaan zoeken naar iets. Ja. Ah, ik ben benieuwd. Maar ja, ik moet even zeggen voor wie had gedaan. Oh ja. Ik heb voor Nina geshopt. Ja, ik heb voor Anne. En ik voor Saar. Dus dat is wel leuk om te weten. Ja. Ja. Ik ga gewoon sowieso... Jezus, ik hoor je wel eens terug als afgehalen. Nina had een tasje uitgekozen, maar het heeft alleen het hangsel. Hier zat een tasje aan, maar ik alleen hangsel. Wij hebben twee. Doe jij er één, ik er één, jij er één, ik er één, jij er één. Oké, okay, nou, maar ik zie nu al dat het niet, zeg maar, niet is wat ik in mijn hoofd heb, maar dat maakt niet uit. Gaan we mee. Ik had dus, ik ga het even uitleggen, ja. In mijn hoofd een heel leerpak. Fucking vet. Het was zeg maar een hele gave leren broek met een hele toffe leren blouse, zeg maar. Oh, en ik ben natuurlijk van de blouse daar, dus ik dacht ik moet een blouse doen. Ja. Zeg maar omdat jullie altijd zeggen dat ik leuke blouse uitzoek. Dus ik wilde gewoon een hele toffe, grote leren blouse. Maar die was dus uitverkocht. En daarna had ik nog een andere leren blouse, was ook uitverkocht. En die heeft gewoon een zwart topje. Maar, en die broek is ook, niet, is ook anders zo te zien, want ik had eentje met witte stiksels. Maar toen dacht ik ja... Jij hebt zeg maar super, jij hebt best wel veel leren broeken, maar die ene was echt anders. Ja. Het kan nooit fout. Oh, wel leuk. Oeh, maar nog wel een leuk topje. Gewoon echt met achter. Oh, leuk. Leuk open rug. Mooi hoor. Oh, maar dit is echt, dit kan je ook morgen met een zwarte pantalon en dan heb je ook dit is les. Dit is de juiste les. Dit vind ik heel leuk. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Heel leuk. Nice hoor. Ja. Ja, maar dat zul je altijd zien. Hij vlak er weer wel in, Johan. Oh, maar je merkt ook echt niet. Oh, ja, hij staat heel scherp. Niet gaan janken, want dit is oudje zo vet! Dit is de blues. Ja, ik vond het helemaal de shit. Ja, ik ga dit gewoon de volgende keer verstellen. Maar dit was zeg maar de outfit die ik in mijn gedachten had. Ja. En ik dacht, dit is gewoon Sara. Ja. Dit is zo, ik ga het laten zien. Oh, vet broer. Leuk. Ook hoor. Oh, leuk. Dit is zo bijt. Ja. Gewoon zo bijt. Heel nice. Mak eronder. Deze heb ik alleen niet uitgevoerd. Ik vond het wel heel leuk. Ik hoop dat het leuk is. Dit was het idee. Maar hij hoort natuurlijk ook wel een soort bijt. Jongen, die beste shit. Ja. Hij staat gewoon meteen scherp. Dit is de bovenkant. Oké, nou ja. Mooi. Wel heel leuk. De dag en nou, iets ander uit. Ja, het idee is leuk. Ja. En dan ook deze oorbellen erbij. Oh, leuk. Wel even allemaal gouden touch-ups erbij. Ja. Ja, leuk. Heel leuk te zien. En leuk armband. Ja, jij hebt van veel de rest van. Maar dit is gewoon leuk. Nice. Maar zo is het ook echt iets wat je zou dragen. Ja. Dat is wel leuk. Dus je hebt er ook echt wat aan. Misschien ook vanavond wel aan die broek. Ja. Heel leuk. Dus ook een leuk outfit. Dit is nu gewoon een outfit. Ja. Maar het is voor
New Year's Eve. Ja. Is het simpel? Maar het is natuurlijk ook voor andere gelegenheden. Ja. Dat is wel chill. Voor New Year's Eve zou ik het aan kunnen doen, maar ik ben echt een extra persoon, dat weet jij. Ja. Dus dan zou ik klopt. Net iets anders houden. Maar ik vind het wel leuk. Als je bijvoorbeeld een wat simpeler persoon bent, dat vindt ze wat simpeler dingen. Ja, of meer van zwart ook. Jij bent wel een beetje van black. Maar. Ik weet niet meer zeker of deze wel echt van mij waren. Oké. Maar ik doe gewoon alsof ze niet van mij waren. Nee, ik heb al mijn schoenen. Ja, ik ook. Maar ik was eigenlijk wakker. Want bij dat outfitje wilde ik die hele leren outfit en dan oranje hakken. Oh! Maar die hakken waren dus ook uit. Ja. Ik heb er ook gezien, maar ook uit. En toen dacht ik, nou, je hebt fucking veel hakken. Ja. Dus jij komt daar wel. Met wit vond ik ook heel leuk. Met witte stiksels. Ja. Toen dacht ik, jij zat te geilen op mij. Het schoentje die ik aan had begraven is van mijn oma. Ja. Toen dacht ik, die mee ook hebben. Dus dat heb ik een beetje. Leuk! Zulke loafertjes. Dit heb ik niet. Nee, daarom dat heb je niet. Nee, je hebt zoveel. Zijn het hetzelfde als die van jou aan? Nee, dit is met een slangenpintje. Die had ik altijd heel leuk. Die had die andere, ik heb net iets simpeler. Maar ik vind dat voorkantje ook zo leuk dat die. Perfecte maat. Ah, ja, en dan moet je ook nog zonder nooit raken. Hij moet nooit uitkomen. Mooi! Maar ik bij alles, dit is niet voor nette gelukkig. Maar op zich, voor oud en nieuw, als je bijvoorbeeld je hakken zat bent. Super chill. Is dat is het. Chill. Als tweede, gewoon als tweede optie. En dan gewoon lekker. Wel leuk met die oorbellen. Nou, was er nog wel bij elkaar? Geweldig outfit. Ik vind de outfit echt geweldig. De top is echt heel leuk. Broek. Hij is echt super groot, maar daarom zo'n strakke top erop is dan echt weer helemaal de shit. En die achterkant. Oh, die achterkant is zo mooi ook. Super gaaf. Echt love it. Ik heb dus een riemer meegedaan. Deze is ook van Naked. Hele leuke lovertjes. I love it. Kan ook hakken onder. Kan ook hakken eronder, ja. Ik denk echt dat ik dit gewoon vanavond aandoe. Mellen erbij. Ja, die past ook echt leuk. Echt heel erg leuk. Leuk kettingje. Ja, gewoon wel een simpel topje, maar dat maakt. Je moet hier ook niet te veel op willen, denk ik, deze broek. En de broek heb ik maat 38. Die is wel goed. Ik heb wel een riem ermee gedaan, zit er wat beter. En het topje is maat S. Helemaal mooi. Dan ben ik. Oh, dat is heel spannend. Ja, dat is heel spannend. Nou, ik heb echt 500 items in mijn winkelmandje gehad voor jou. En elke keer was het uitverkocht. Dat is zo goed. Ja. Ik heb geen idee wat ik heb. Of dat nu bij elkaar past, of dat het leuk is. Ik vind wel echt jouw, het is echt niet. Jouw kleurtje. Ja, daar heb je mooi. Dus het is eigenlijk. Is er je rosé achter? Nou, dit is eigenlijk een hele mooie blouse. Oh ja, ik weet al welke dit is. Dit is echt heel mooi. Oh nee, jij moet het uitpakken. Oh, en een broek. Mooi, leuke blouse. Ja, het is eigenlijk een soort blouse die ik heb. Ja, eerlijk, dit is de blouse die jij hebt. Dit doe me heel erg aan. Maar ja, jouw denk ik nog chiquer door dit. Ja, deze is wel chiquer. Ja, hoe is deze? Open rug. Maar deze heb je dan, zoiets heb je dan niet, nee? Nee, en zoiets zou ik ook gewoon op een zadelpot aankunnen. Ja, super leuk. Ja, leuk. Heel leuk. Nice. Oh, en een broek. Ja. Ja, ik heb ook echt 500 broeken. Ja, maar die broek waren zo snel. Ik weet ook niet meer welke broek het uiteindelijk is geworden. Maar vooral de maten waren gewoon allemaal. Welke maat is dit? Een 36. 36. Ja, dit is gewoon een beige pantalon. Oh, hij ziet er wel groot uit. Ja, het is vaak 4 of 36. Laten we eens kijken. Nou, ik denk dat het wel lukt hoor. Ja. En er zit ook een riemdingetje in, dus je kan er ook iets leuks mee kunnen, denk ik. Nee, dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Ja, maar dat past. Ik denk dat het kan. Ja. Nee, dit past makkelijk. Ja. Dit is goed bij elkaar. Nou, oké. Okay. En dan heb ik leuke oorbelletjes. Ik kan ook niet wachten om het hem aan te trekken. Nee. Oh, die zijn mooi. Hele leuke oorbelletjes. Oh, leuk erbij. En ik dacht niet, je moet bij dit niet te veel. Bij dit dus bij die blouse sowieso niet echt kettingen, want het zit natuurlijk gewoon hoog. Ja. Een mooie ringetje. En dan heb ik hakken erbij. Oh, leuk. Zwart en deze, zijn zwart inderdaad. Ik heb dus nog geen zwarte hak van dit. Ik en die kan je een beetje zo om je heen wikkelen. Leuk, ja, maar ook een goede hoogte. Ja, een heel klein hakje. Perfect. Gewoon chic. Is perfect, ja. Helemaal top, Saar. Ja. Ik heb een zwart tasje of zo erbij. Ja. Of iets van leuk. Ja. Maar leuke kleurtjes ook. Maar dit zou ik ook gewoon echt zelf aantrekken. Dus dat is ook gewoon chill. Ja, ja, ik vind hem leuk. Broek is een beetje aan de grote kant verder, maar met een riempje eromheen is die echt gewoon perfect eigenlijk. Ja. 36. Ja. En ik vind die riem uiteindelijk ook echt leuk staan bij de hakken. Ja. Dat, het komt. Dat komt weer terug dan. En dan moet je een zwart tasje bij doen. Dat is wel leuk. Ja. Heel leuk. Ja, het zit ook perfect trouwens. Maar het is ook precies de goede hoogte. Zodat je niet. Hier kan je wel een avond op blijven lopen, zeg maar. Dan heb ik het blouseje. Ik zal het laten zien. Maat S. In een maat S is perfect. Maar je zou ook zelf strak kunnen doen en zo. Dus dat is. Maar open ruggetje heb ik nog niet. Heel mooi. Wel heel leuk. Nee, en de oorbellen heb ik dan. Oh ja. Maar die zijn echt heel leuk.
Ja, heel leuk. Deze ga ik ook echt wel in doen met nieuwjaarsavond. Ja, die past er goed ja, bij. Dat is echt, dat zijn nieuwjaarsbrief ja, voorbellen. Ja, lekker glitter, lekker gek. Oké, Alvin. Dit is het allerlei. Oh, maar ik wist het niet. Hele tijd klappen. Ja, twee outfits gaan doen. Ik heb wel echt compleet. Ja, maar kijk. Is toch perfect? Ik vind het eng. Dit is maar eerst. Ja. Samen met een verhaal erachteruit. Nou ja, ik weet dat jij echt wel heel erg van bakken houdt. Dus dan in de categorie wil ik wel blijven. Maar jij hebt natuurlijk al best wel verschillende soorten kleuren. Mm-hmm. Je hebt groen, weet je wel, je hebt zwart, je hebt van alles. Dus ik denk, ik wil eigenlijk een soort van bruine kleurachtig. Mooi. Is de voorkant met dat puntje. Ja, heel mooi. En ik hou van zulke blouses. Nee, jij houdt heel erg van blouses. En ik weet bij jou is dat zo mooi als jij hier zo'n soort uitgesneden hebt. Dat vind ik hele leuk blouse. Maar ik ben heel blij dat je bij de mouw hebt. Ik hou zo van bij de mouw. Dat weet ik. Daarom. Dat hebben we wel op gelet. Oh, leuk! Maar dit is echt en ik heb bijna niks bruin. Een soort corset achter. Ja, heel zoiets mooi. Ja. En daar heb ik dan deze openmaken. Ja, de volgorde. Ja, dat ik vind het zo leuk. Het is een soort van kerst is. Ja, het is helemaal cadeautjes. Ja. Die broek hoort er dan bij. Is die bruin? Ja. Dat is donkerbruin. Nee. Donkerbruine broek erbij. Wat mooi! Gewoon volledig setje zeg maar. Heel mooi. Oh, en die kleur heb je helemaal. Maar ik vind die onderkant zo vet. Dat is zo mooi. Oh, dit vind ik heel leuk, want hij is ook lekker hoog. Ja, daarom. Ja, hij is heel hoog met die top sluit hij precies goed aan, zeg maar. Heel leuk. Deze wordt erboven. Heel groot. Maar dit is sowieso altijd leuk. Ja, dat kan bij alle outfits. Oh, dat is echt een mooie. Zo. Mooie stof ook. Ja. Heel cool. Het is echt een soort dit kan ook echt. Oh, zo leuk. Heel leuk met die knoopjes hier. Maar ja, dat doe je dan aan als je binnenkomt natuurlijk. En nu naar uit. En dan heel mooi door eroverheen hangen. Ja. En dan wordt deze erbij. Mijn jarig. Ja. Je cadeautje. Oh, wat spannend. Oh, hallo bakken. Ja, ook wel heel mooi zijn ze. Ja, dat is heel Ik weet niet of het snel echt aan zo'n zo'n klein hakje, dat loopt echt top. Het is wel leuk voor het begin, weet je. Daarna ben je gewoon misschien super mooi. En kijk hoe goed het bij elkaar past. Ja, bij die dat is niet normaal. Oké. En bij je tasje natuurlijk, maar die wordt eigenlijk dan iets anders. Dat is ook precies dezelfde kleur als op dat ding. Ja. Heel leuk. En die ketting, maar ja, dus hier. Oh ja. En die hoort er nog bij. Dat is een ketting. Als een touch. Oh, mooi. Oh! Leuk, doe eens open. Een beetje deze in de armband. Dan is die ketting ook niet aangekomen. Mijn armband en ketting waren exact hetzelfde. Oh, leuk. Dus zit niet alle twee in. Heel leuk, ja. Ik heb leuk voor zo'n feest. Heel weinig armbanden. Een beetje zo'n, ja, een beetje geldige, maar wel opvallende. Heel tof. Leuk! Ik vind het helemaal geweldig. Want ik hou van zulke pantalons, maar ik heb het gewoon niet. En zeker niet in het bruin. Ja. En ik pak ook niet in het bruin. Hij is echt een En ik hou van gekke blouses. En dit is echt zo'n lekkere, gekke, grote armen. Ja. Open achterkant. Ik ga wel mijn haar los doen. Dat het mooi een beetje zo bedekt is. Mm-hmm. Maar best wel niet heel erg van het blote. Deze is ook heel mooi. Waar ze ook overheen hangen. Ja, heel dus leuk. Chic laten lijken. Misschien zelfs mijn haar erin zo. En je maten goed? Perfect. Die broek, 38. Ik heb soms 40 voor broeken, maar bij Nike valt altijd groot. Dit is echt als grote. Ja. Topje ook 38. Ja, topje 38. En blouse, jasje ook. Jasje ook. Heel nice. En mijn hakjes natuurlijk. Ja. Ik draag dus nooit hakjes. Maar... Nee, het staat echt mooi bij elkaar. Ja, echt leuk. Nou, ik vond het heel lastig, want ik wilde een jurkje, eigenlijk een glitterjurk, maar hadden ze niet echt. En ik ken jouw kast best wel goed, want ik ben blij mee, maar je hebt zoveel jurken, zoveel hakken. Maar in ieder geval, ik wilde in ieder geval die schoenen voor jou kopen, die loafers. Maar hierbij moeten bruine hakken, want ze met zo'n dragen, maar dat heb jij. Of zwarte, zwarte. Of beige. Ja, bruine. Ja, beige wel, een beetje beige. Want ik heb wel maar hele zwarte in wel, hè? Ja. Want hier wil ik dus ook dit die oranje hak uit. Dus maar deze voorbij gekomen is heel leuk. Ik wilde hier die oranje hak ook bij. Oh ja, dat is heel tof. Snap je, dus er was wat heel tof bij allebei gestaan. Alleen niet oranje hak. Was jij niet? Ik heb trouwens oranje hakken. Beetje oranje bruine. Oh, ik vind het zo leuk. Dat was perfect bij. Dat moet je erbij hebben. Verwacht je zeg maar niet. Leuk! Wel heel mooi. Kijk die onderkant. Het is zo anders een beetje. Ja. Ik vond het echt een beetje een mix tussen Sarah en Hanne. Ja. Ik zou hier een blouse aan. Ja. Het printje is echt jij. Leuk! Het jurkje is nou, dit zou ik misschien nog wel aan doen hoor, oud en nieuw. Ik vind het ook heel leuk. Maar het is ook een soort bedoeling met echt veel gouden sieraden. Ja.
armbanden, ketting. Heel mooi. Toffe hakken. Deze gaat je echt mooi staan. Dit is nog maat 38, ja, dat is beter hoor. Dat is mooi hoor. Volgens mij was ze er niet in. Heel leuk. En je kan hem natuurlijk zelf strakker maken. Ja, oh geweldig. Maar wat een apart dingetje joh. Ja. Wat een apart dingetje. Hij ziet er echt wel mooi uit. Niemand weet zoiets dan of zo. Maar ik hou echt van aparte dingen, zeg maar. Ja, daarom. Helemaal leuk. Leuk. Oh ja. Nou, ik heb weer blauw. Blauw. Weer blauw hier. Oh, ik wil ook blauw. Ik vind het zo mooi bij je ogen gaan. Nee, niet normaal. Wat een mooie kleur blauw. Ik wil er ook blauw hakken, maar die waren er dus niet meer. Nee, zal geen blauw hakken. Even kijken. En nu had ik ook nog wel. Maar ja, ik weet dat jij ook niet heel erg van de jurk bent. Nee, hij is heel lang. Blijkbaar. Nee, hij is ook gewoon optrekken. Oh ja, je kan ook zo zijn. Ja. Mooi. Kan zo kort maken als je wil. Ja. Ik vind het lang eigenlijk ook niet heel erg, want ik vind het irritant als dat te hard is. Ja. Het is gewoon een leuk jurk. Voel je wat fijner bij. Ik vind deze kleur echt fantastisch. Ja, de kleur van dit staat jou zo wel. Maar dit is ook lekker lange mouw. Je kan lekker in de winter aan ook, weet je wel. En dit kan je heel tof op. Wat maat is het? S. S. Oh, nou. Perfect hoog. Ja. Superleuk. Wat een lekker stofje. Ja, heel lekker. Zacht of zo. Nou, wat leuk. En dan een blauwe tas erbij. Ik weet niet, het is een hele andere kleur blauw. Maar dat kan je juist altijd combineren. Ja, het was de enige blauwe tas die ze hadden. En ik moest nog eens doen, dus alleen één blauwe hakken. Dus. Oh ja, maar echt zwaar beloofd. Ik vind dat juist wel vet. Ja, ik vind het wel leuk. Oh, leuk. Wat een leuk tasje. Ja, heel apart. Wat ik jou had. Wat een aparte vorm is dit. Grappig. Maar dat is ook leuk bij spijkerbroek zitten. Ja, ja. Dat is sowieso heel leuk. Maar jij hebt echt een tasjes of zo? Ja, niet. Oh, ik hou van tasjes. Maar en dit is wel iets anders dan wat je al hebt. Ja. En ik vind deze kleur echt wel grappig bij elkaar. Ja. Dat kan echt leuk ook wel. Gewoon een mooie schoen erop onder. Nice. Oké, guys. Dit is Edit Sarah. Vanaf hier is het echt finaal fout gegaan. We hebben op een verkeerde instelling geklikt. Waardoor alle beelden in slow motion gingen filmen. Deze camera is nog nieuw. So I'm so sorry. De outro is in slow motion zonder audio. Dus zonder audio. En de twee beelden dat Nina en ik over onze laatste jurkjes praten. Is ook helemaal volledig in slow motion zonder audio. Daar hebben jullie gewoon helemaal niks aan. Ik heb natuurlijk wel nog wat aanbeelden ervan in kunnen plakken. Dus gelukkig. Ik vond de video echt super leuk om op te nemen. Nina en Anne zijn ook echt ontzettend blij met de items. Alles past uiteindelijk echt super goed. Heb je er nou iets leuks eens gezien voor nieuwjaar? Vergeet zeker niet te bestellen mijn kortingscode Sarah voor 20. Ze leveren echt binnen een paar dagen. Dus je hebt het sowieso nog op tijd binnen voor het nieuwjaar. Ook nog voor de kerst. Als je denkt van yo, ik heb echt een super leuk item ook gezien voor de kerst. Check it out. Ik vond het heel erg leuk om op te nemen. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Dus vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet mij te supporten door op mijn kanaal te abonneren. En wil je nou meer van me zien? Vergeet me dan zeker niet te volgen op Instagram. Dat is @sarahvoort. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En I love you guys. En see you next time. Bye.